Maurice ken ik al een hele tijd, eigenlijk vanaf, nou ja, zo'n beetje de jaren 70, eind jaren 60, begin jaren 70. En ja, wij zijn beide van hetzelfde geboortejaar, 1975. Dat is het jaar van de eigenwijze mensen. Dat is van Johan Cruijff, dat is van André van Duin, dat is van Maurice de Hond. Ik denk dat we onze verwantschap merkten dat we enorm bezig waren met dezelfde interesse. Dat wil zeggen, laten we het sociologie noemen. Laten we het de belangstelling hebben voor de ontwikkeling en bewegingen die er in de samenleving zijn. Hij heeft een ongelooflijke drive om, voor rechtvaardigheid en voor inzicht. Datgene wat hij ziet, wil hij delen met iedereen. En iedereen moet dan ook zien wat hij ziet. En dat houdt hem geweldig bezig, omdat hij door zijn rechtvaardigheidsgevoel, en hij vindt dat zijn eigen waarnemingen zo objectief mogelijk zijn, door zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel verwacht hij ook en staat hij er eigenlijk ook op dat andere mensen dat ook zo zien. En als ze dat niet zo zien, dan probeert hij ze te overtuigen met allerlei soorten argumenten. En daar is die, en dat is geen kwestie van boosaardigheid of wat dan ook, of ook niet van politieke wil om een partij op te richten, anders had hij dat wel gedaan. Maar het is louter gedreven om te kijken, om te zorgen dat mensen hetzelfde zien als wat hij ziet en daar zich ook over verbazen of over verwonderen of over opwinden of wat dan ook. Dus hij probeert met zijn onderzoek en met zijn gegevens probeert hij altijd zich te verantwoorden op een rekenkundige manier, maar tegelijkertijd is zijn brein heel erg filosofisch en probeert hij inzichten aan elkaar te koppelen en die vervolgens te bewijzen door, laten we zeggen, waterdichte redeneringen te maken. En hij is bereid ook om dingen te zien die anders zijn dan iedereen zegt dat het is. Dus als ik met hem op een straat zou wandelen en we komen een boom tegen en iedereen vindt dat het een boom is en iemand zegt, hé, dat is een giraf, dan is hij geïnteresseerd om te kijken of het echt een giraf is. En als hij ook vindt dat het een giraf is, gaat hij dat bewijzen. Hij is een onafhankelijk denker, maar ook zeer gedreven denker. En wat ik al zei, op het moment dat hij bij hem een mening heeft losgevat, dan zal hij ook door dik en dun heen uitgezonden worden en rondgezonden worden en totdat de hele wereld overtuigd is, plus de maan en wat andere planeten. Dus ik denk dat hij oorspronkelijk, zoals hij onderbouwde hoe politieke ontwikkelingen waren, dat hij eye-openers gaf en dat journalisten zeer geïnteresseerd zijn geweest in de verbanden die hij zag en die anderen eigenlijk nooit zo gezien hadden. Dus hij bouwde aanvankelijk een erg groot gezag op. Alleen doordat hij met allerlei dingen tegelijk bezig was en ook zichzelf altijd heel nadrukkelijk presenteerde, heeft hij natuurlijk ook kritiek opgeroepen en kwam hier en daar wat relativering van zijn gezag tot stand. Natuurlijk heeft hij wel fouten gemaakt en ik denk dat de meeste, die komen overigens niet voort uit integriteit, want ik vind hem een integer mens. Maar die komen voort uit bijvoorbeeld miscalculaties of wat dan ook. Of omdat er tegenbewegingen op gang komen bij ontwikkelingen die er zijn. Daar had hij ook moeite mee, maar die kunnen ook op een hele andere terreinen zijn geweest. Wat voor hem denk ik heel teleurstellend is geweest, is dat toen hij met die opleidingsmethodes begon via computers, via PC's op scholen. Toen was hij zijn tijd echt ver vooruit, denk ik. En toen heeft hij met name bij kansarme scholen in Amsterdam geprobeerd dat te laten landen. En dat eigenlijk nooit de vrucht heeft gedragen die hij erin zag, vond hij erg teleurstellend. Omdat hij het noodzakelijk verband zag tussen nieuwe lesmethoden en ontwikkeling van met name de onderkant van de samenleving. Maar ja, een profeet die zijn tijd vooruit is, die wordt verbaasd aangekeken natuurlijk. En die moet meer bewijzen dan een profeet die achteraf zijn gelijk zat te halen wat iedereen al heeft. Toch wel geregeld heb ik zijn inzichten gevraagd. Dan belde ik hem op en dan waren er bepaalde bewegingen. En dan vroeg ik, hoe zie jij dat? Is die dat verband fout of zijn er andere bewegingen? Want ik vertrouwde erg op zijn inzicht en op de gegevens die hij ter beschikking had. En we hebben daar ook altijd een goede verhouding over gehad. En ik had ook de indruk dat hij en ik ja, erg verwonderd waren door vaak dezelfde bewegingen die gaande waren. Toen hij zich bezighield met de Deventer-moordzaak, heb je dat ook nog gevolgd? Ja, zeer actief zelfs. En ik heb ook geprobeerd hem hier en daar te introduceren bij justitiële ingang in Nederland om hem steun te geven. Ik was het, natuurlijk is het moeilijk om altijd te zeggen dat is waar en dat is niet waar, maar ik vond zijn argumenten overtuigend. En dat vind ik nog steeds. En ik vind het de halsstarrigheid waarmee
justitie, waar dan ook, waar het ook zit, heeft tegengehouden, dat daar werkelijk objectief en onmiddellijk anders naar gekeken werd, vond ik, ook ten opzichte van degene die daardoor is, in de gevangenis is gekomen, vond ik onthutsend. Daarvoor waren de verbanden die Maurice aandroeg en de bewijzen die hij aandroeg toch te serieus om die toch te goed te onderzoeken. Er is nu een nieuwe ontwikkeling, hè, met die beveelde moordzaak. De politie heeft een nieuw onderzoek gedaan en gezegd dat dat onderzoek eigenlijk toen slecht verlopen is. De deskundige die de DNA heeft gehad, die is nu zo'n beetje op non-actief gezet door de rechters. En nu komt waarschijnlijk wel weer een opening. Als nou blijkt dat hij gelijk had, zeg maar, na 15 of 20 jaar... Zal dan de maatschappij hem ook weer gelijk geven naar die film en naar die enorme afrekening die er eigenlijk met hem is gebeurd? Oh ja, dat denk ik wel. De maatschappij is heel soepel. En het geheugen van de maatschappij gaat nooit zo verschrikkelijk diep. En ik zou het voor de betrokkenen zelf, degene die veroordeeld is geweest, niet meer dan gerechtigheid vinden. Maar wat ik ook zo curieus vond in de tijd al, maar dan zie je dat het gedram van hem ook tegenkrachten oproept. Dat hij had bijvoorbeeld ook een verdachte op het oog en hem is verboden door de rechter die naam van die verdachte te noemen en hem ook te duiden als de mogelijke verdachte. Terwijl als je tegenwoordig een gemiddeld praatprogramma bekijkt en je ziet wie er allemaal veroordeeld worden, achterloos en met anderhalf woord, dan denk je van nou, hij was gewoon bezig met een objectief onderzoek. Hij was niet bezig om echt verkeerde dingen te doen. Die vrijheid had hem toch nooit afgenomen mogen worden op straffen van dwangsommen. En bovendien heb ik nog steeds niet gehoord dat het bewijs dat die verdachte echt onschuldig zou moeten zijn. Mm-hmm. Dus het is nooit gepareerd met een tegenbewijs, maar het is gepareerd met een uitsluiting. En als justitie uitsluiting nodig heeft om een tegenbewijs niet te hoeven leveren, dan vind ik dat een zwakte pot van je welst. Ja. Maar er is nu een film gemaakt en er is nu allemaal artikelen geweest dat Maurice het, zeg maar, die klusjesman dan ten onrechte heeft, zeg maar, aangewezen als verdachte. Stel dat nu, hoe diep gaat zo'n betrokkenheid van allerlei mensen die nu hem gewoon, zeg maar, toch wel behoorlijk de wacht hebben aangezegd. Als hij nou wel gelijk heeft, krijgt hij dat dan ook? Of zijn er dan zoveel mensen die eigenlijk met de andere manier van denken zijn meegegaan? Jij zegt de maatschappij is flexibel, maar zal Maurice gelijk krijgen? Ik denk dat de kans dat hij gelijk krijgt groter is dan die de afgelopen jaren geweest is. Omdat ik denk dat justitie nu echt serieus probeert om te kijken wat er nou echt aan de hand is geweest. Ik denk die film was wat mij betreft een journalistiek of een product van de vermaakindustrie om iets in beeld te zetten. En daar moet je nooit zo te zwaar aan tillen. Ik kan me voorstellen dat hij het zich heeft aangetrokken, maar de impact daarvan is betrekkelijk. En als morgen zou blijken dat hij gelijk heeft, dan krijgt hij omslagartikelen en openingen in kranten en wordt hij gevierd. De maatschappij nu is veel... Er zitten veel meer soorten meningen die elkaar aangepraat worden via sociale media of wat dan ook, die heftig zijn of vaak nogal uitsluitend zijn. En dat bestond 10, 20 jaar geleden veel minder. Dus waar hij 10, 20 jaar geleden een profeet was die voor de troepen uittrok, is hij nu een wappie geworden die tussen andere wappies liep. En is datgene wat hij als tegenbewering gaf, hier en daar werd even serieus genomen als tegenbeweging van anderen, omdat iedereen tegenwoordig tegen alles is en iedereen alles vindt en eigenlijk niks meer een normaal land. Ja, hij zal het nooit leren om wat minder gas te geven. Het moet altijd plank gas bij hem. En met 50 kilometer kom je ook een eind. Dus op dat punt zou hij, laten we zeggen, zijn wat grijzende slapen en zijn wat grijzere haar wat meer moeten laten spreken dan de felle blik in zijn ogen.